Ik heb samen met Diana hebben we besloten om hier in Amersfoort een open source, als het ware, biolab op te zetten. En waar eigenlijk alle burgers van Amersfoort en iedereen die het leuk vindt om een onderzoekje te starten, mee kan doen. Een centrum waar ik een onderzoek kan doen naar allerlei, allerlei stofjes. Dus dat kunnen bacteriën zijn, schimmels, waterdiertjes, dat kan echt van alles zijn. En dat kan dienen voor een onderzoek van hoe schoon is de lucht, hoe schoon is het water hier in de Eem. En voor mijzelf zou het ook een leuk onderzoek kunnen zijn om als ontwerper om een materiaalonderzoek te doen uiteindelijk. Van hoe kan ik een biologisch materiaal gaan gebruiken voor uiteindelijk om een product uiteindelijk mee te creëren. Het idee is dat veel mensen zijn bezig met hun eigen voedsel verbouwen in de stad, maar weten niet hoe gezond hun bodem is en hoe gezond dat voedsel is. Er zijn mensen die zich zorgen maken over genetisch gemodificeerde dingen in hun eten. Dat zou je hier ook kunnen analyseren als je niet zeker weet wat er in je eten zit. Dus er zijn steeds meer mensen die zich vragen stellen over van alles in hun omgeving en die vragen die willen we hier dan kunnen beantwoorden. Ik ben veel met permacultuur bezig. Heel belangrijk daarin is de bodem. Ja. Dus ik had nu al een paar monstertjes uit mijn moestuin, uit mijn bloementuin en uit mijn nieuwe moestuin meegenomen. Wat wil je dan precies weten straks? Uit wat voor elementen, wat voor chemische elementen in die bodem zitten. Wat de pH-waarde is, de samenstelling, de hoeveelheid hele kleine micro-organismen die erin voorkomen. En dat zijn allemaal indicatoren voor hoe gezond die bodem is. Zo'n biolab, welke dagen kunnen mensen daar terecht? Voorlopig op donderdagavond van 7 tot 10. En ik denk dat we ook wel regelmatig in het weekend extra open zullen gaan. En als het goed gaat lopen, dan doen we er ook nog een overdag bij. Harman, jullie hebben binnenkort oogstfeest. Wat is dat? Nou, we zitten al een poosje op deze plek en we realiseerden ons dat het eigenlijk zo'n beetje 10 jaar geleden is dat we deze plek de War zijn gaan noemen. En dat kleine werkplaatsje van de spullenmannen zijn gaan openstellen voor allemaal andere initiatieven. En we dachten, dat is wel een feestje waard. Want 10 jaar, dat is niet niks, dat is voorbij gevlogen, maar waanzinnig veel gedaan ook, denk ik, of niet? Ja, absoluut. Ja. Wat zijn zo de dingen waarvan je denkt van, oh, dat was ik alweer bijna kwijt, maar dat hebben we ook nog gedaan. Nou, eigenlijk wel grappig dat wat je hierachter ziet. Je bent een wijnstokerij begonnen? Nee, een poepstokerij. Poepstokerij, vertel. Een beetje. We kregen op een gegeven moment de vraag van het dierenpark. Of wij niet wat konden met het mest, aanbod wat ze er hebben, of de mestproductie. Dat kun je namelijk vergisten en daar kun je dan gas uitstoken waar je in de winter bijvoorbeeld het dierenverblijf mee kunt verwarmen. En het dierenpark moet nu dus gas inkopen en tegen betaling die mest afvoeren. En dat zou je daarmee lokaal kunnen oplossen en dus nou, goed voor milieu, goed voor alles. 10 jaar al geweldig in geïnvesteerd en nu is ook het moment suprême naderend. Vindt onze gemeente dat wij zo'n prachtige werkplek en ontwikkelplek in de stad nodig hebben? Gaat lukken? Een stad met een omvang als die van Amersfoort, 150.000 inwoners, heeft een plek nodig waar een broedplaatsfunctie is, waar gekke dingen kunnen plaatsvinden. En sommige dingen zullen daarvan uitdoven of niks blijken, maar er zitten altijd wat dingen tussen die heel erg belangrijk worden en uiteindelijk mainstream worden. En Amersfoort heeft nu een omvang gekregen dat we denken, zo'n plek is nodig. Dus eigenlijk gaat het bij het stadhuis om een keuze van, ja, zijn ze het daarmee eens? Vinden ze ook dat zo'n plek nodig is? En zien ze de War als die plek? Wat gaat er dan gebeuren, dat oogstfeest? Dat is wanneer?
Dat is 17 september. Dat is de hele dag van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds. En dan is er een marktje en er is eten en drinken en er is muziek. Maar er zijn ook lezingen, workshops, theatervoorstellingen. Dus alles wat we hier doen is door elkaar gemengd.